Activist Martin Atencio, voorzitter van de Algemene Belangenorganisatie Suriname, voerde vanmorgen met tientallen mensen een protestactie voor de Nationale Assemblée. De groep wilde de domeingrondproblematiek en de nijpende economische situatie in het land onder de aandacht brengen van het parlement. De mensen verzamelden zich vandaag eerst op het Riffelplein om vervolgens naar het assembleegebouw te lopen om daar een petitie in te dienen. We moeten dat doen, mensen. We moeten dat doen, mensen. We moeten dat doen. En de Samara, we trappen dat de andere en jobben voor ze brengen. Minowani. Minowani. We nemen paiden idee en Samara we nemen paiden. Alla dee we paiden. Alla dee. Na unumoni we paiden. Wat is dat? Dan laten we die petitie ook lezen, zodat ze direct weten, zodat het volk weet waarom we vandaag hier zijn. Want in een wacht is het allemaal ons papier en schrijven. Ik ga het niet maken, ik ga het niet tolereren. Na herhaaldelijk aandringen van de protestgroep heeft assembleevoorzitter Marinus B. een schorsing ingelast tijdens de openbare vergadering die gaande was. B. en enkele DNA-leden kwamen vertegenwoordigers van de protestgroep aanhoren. B. zei in een gesprek met de nieuwsdienst dat hij afspraken heeft gemaakt met Atencio om het aangekaarte anders aan te pakken. We weten dat met betrekking tot ons grondbeleid wat zaken zijn die zeker anders moeten worden aangepakt. Maar wat we hebben afgesproken, kijk het in ontvangst nemen van een petitie en niets ermee doen, dat is niet wat we willen. Dus we hebben afgesproken dat hij dinsdag, 's morgens, ik denk 8 uur of 9 uur, zal worden uitgenodigd om daarover te praten met het bestuur. Ja? We gaan ook proberen om een vertegenwoordiging van het ministerie, GBB, ook uit te nodigen op die meeting. Waardoor we plenair kunnen zitten en kijken waar zitten dingen vast. Ja, wij houden ons niet bezig met politiek. Wanneer het gaat om het oplossen van vraagstukken van de burgers. B zegt verder dat elk individu en organisatie naar het parlement mag komen indien die met een vraagstuk zit. De volksvertegenwoordiging is daarvoor gekozen. Voor dergelijke vraagstukken wil B graag naar duurzame oplossingen kijken met belanghebbende instanties.